Ik ben een tote bag aan het maken. Kijk, dat is zo'n tasje. En dan gaan we hem versieren. En ik ben het met allemaal smileys aan het doen. We zijn hier bij de Warm Welkom Week. Het is een week voor nieuwe studenten eigenlijk om elkaar te ontmoeten. Door corona natuurlijk hebben de eerste en de tweedejaars elkaar nog helemaal niet leren kennen. En die zijn heel weinig op de campus geweest. Dus we hebben nu samen met de studieverenigingen, de Alpha, Foxpop en eigenlijk de faculteit van de Geesteswetenschappen deze week georganiseerd, vol met activiteiten. Met vooral het doel dat ze dat studenten elkaar en de campus kunnen leren kennen. Ik heb net yoga gedaan, dat was heel leuk. En straks gaan we tasjes bedrukken met canvas. Ik kwam hier eigenlijk om te tafelvoetballen, maar ja, toen ben ik ook maar een tote bag gaan maken. Elke dag wordt gehost door een andere vereniging. Donderdag is Skihour met escape rooms. Vrijdag hebben we een band, Class Magic. Je hoeft helemaal niet je aan te melden, dus gewoon lekker inloop. Het is heel leuk als we hier 100 studenten hebben, maar het kan ook een klein clubje zijn. Ik ben nu bezig met het ontwerpen van iets wat ik op een tote bag ga zetten. Om het leuk mee naar huis te nemen. Ik denk dat ik een tekst in het midden ga zetten en daar ga ik wat omheen, bloemrugs eromheen zetten. Ik weet nog niet precies. Als ik aan mijn studententijd denk, is het voornamelijk ook gemaakt met andere studenten. En met hier zijn, de stad leren kennen en de universiteit. En door alleen maar achter je scherm te hebben gezeten, weten denk ik veel eerste- en tweedejaars studenten nog misschien niet helemaal goed waar ze die mensen moeten vinden. Ik ben een tweedejaars cultuurwetenschappen student en vorig jaar was eigenlijk helemaal online en daardoor heb ik niet heel veel mensen echt goed leren kennen. Ik kom ook niet uit Amsterdam, dus ik kwam hier toen heen verhuizen en toen zat ik alleen maar, zeg maar online achter mijn laptopje in mijn kleine kamertje. Ik heb inderdaad al wel van mijn les natuurlijk wel wat mensen leren kennen, maar daarbuiten nog eigenlijk helemaal niemand. Dus daarom vind ik het erg gezellig zo. Het is toch een soort vervangende introductieweek. Mijn broertje die studeert dan ergens anders, maar die had hem wel. En ja, dan besef je wel dat het gewoon heel handig is en leuk is. Ik verwacht een hoop gezelligheid, wat extra nieuwe gezichten te zien. En ja, nieuwe ervaringen ook wel, denk ik. Ik vind het wel leuk om aan dit event mee te doen. Omdat ik dan eventjes nog wat meer mensen leer kennen en gewoon leuke dingen te doen.